Het RKBSdom heeft er de afgelopen 3 jaar alles aan gedaan om te voorkomen dat het Conservatorium Suriname uit haar gebouw gezet moest worden. De vicaris-generaal, Pater Esteban Cross, betreurt dit omdat het bisdom veel ondersteuning biedt aan talentontwikkeling en educatie van jongeren. Als voorbeeld haalt hij aan de 76 RK-scholen en studieinternaten over heel Suriname, ondersteuning aan het Blindencentrum en ook aan het conservatorium zelf. Pater Cross benadrukt verder dat het bisdom zowel naar het conservatorium als de Nationale Volksmuziekschool toe veel moeite heeft gedaan om een oplossing te vinden. De Nationale Volksmuziekschool, die ook een betalingsachterstand heeft, vertrekt in augustus uit eigen beweging uit het gebouw aan de Henk Aronstraat. Bijvoorbeeld op een gegeven moment de huur daadwerkelijk bijna met de helft verminderd. Want in een tijd dat er een koers was voor de euro, het huurcontract is in euro's. Ja, niet in US? Houdt u met de goede. Euro's of US, in ieder geval dus in een van de twee valuta. En toen hebben wij het teruggebracht voor een koers van 4,5, daarna 5,5. Terwijl we allemaal weten dat 7,5, 8,5 even zelfs richting 9 de euro was. En de US dollar daar vlak achter volgde. En toch hebben wij gezegd, je kunt de huurachterstand kunnen jullie voldoen met een koers die bijna de helft is van wat in feite de koers is. Dat houdt in, wij halveren bijna de huur. We hebben daarna gezocht, toen lukte de huurachterstand bleef maar toenemen. Toen hebben we samen gezocht, zeg, laten we kijken of dan een deel van de huur in dienstverlening kan gebeuren. Dat het niet in geld, maar in dienstverlening. Maar dat lukte ook niet. Pater Cross wijst er verder op dat de financiële rek er voor het bisdom volledig uit is. De kerk heeft namelijk ook een financiële huishouding. Zo zijn er meer dan 50 personen met hun gezin in dienst van het bisdom, evenals 20 priesters en diakens. Ook zijn er gebouwen die onderhouden moeten worden. Hierdoor stond het water ons financieel tot de lippen, zegt Cross. Er is een punt waarbij we zakelijk op een gegeven moment moeten zijn. Als wij 2 weken onze elektra-rekeningen van de EBS niet betalen, wordt het afgesloten, ook voor het bisdom. Als wij 2 weken water niet betalen, worden we afgesloten, ook bisdom. Ik heb een keertje gehad dat ik 1 dag over tijd was met de verzekering van de auto. Het was betaald, maar het papier was nog niet op het kantoor gekomen. 1 enkele dag, laat uitgerekend die dag er een controle zijn. Ik heb mijn auto, ook als Pater Cross, gewoon moeten achterlaten. Naar Geersvlei de volgende dag gaan. De boete betalen. En de inspecteur voelde zich zeer verlegen. Hij zegt, Pater, sorry, en bid u voor mij. Maar ik moet de regels volgen. 1 enkele dag. Dus we doen ons best. Maar ja, op een gegeven moment zeg je, zaken is zaken. Er is een huurovereenkomst. Er is geen zicht op. Het loopt op tot bijna 3 jaar. Er is geen zicht wanneer er wel betaald kan worden. Ondanks onze verlagingen. Op een gegeven moment komt er een punt waarbij je zegt, nee, wij kunnen niet verder. We hebben ook een economische raad die zegt, we gaan nu moeten stoppen. Het mag niet nog verder oplopen. En we moeten ook de achterstand moeten we alsnog innen, want zo is het leven. De meeste panden van het bisdom, de kerken, de parochiezalen, de internaatsgebouwen, die kosten geld in onderhoud, in elektriciteit, in water. Maar wie betaalt dat? Waar komt dat vandaan? Niet door te bidden komt geld uit de hemel neerdalen. Dus het bisdom moet ergens, en de collecten zijn bij verre niet genoeg. Pater Esteban Cross, hij zegt dat er geen rekening gehouden kon worden met de tentamenperiode van het conservatorium, omdat er al meer dan redelijk geduld betracht was. Het bisdom is nu bezig het gebouw waarin het conservatorium was gehuisvest opnieuw in de huur te zetten. De vicaris-generaal benadrukt dat de zakelijke stap gezet moest worden omdat het bisdom haar belangen ook veilig moet stellen.